Mijn naam is Merel van Simmeren en ik ben genomineerd voor de Social Design Tenant Awards met het project A Day with Rheumatism. Ik heb een bordspel gemaakt dat ook een conversatietool is. En het spel gaat over de gelimiteerde energielevels als je reuma hebt. Ik kreeg vanuit school een opdracht om mensen die geen reuma hebben te laten ervaren hoe het is om reuma te hebben. En ik ben toen ook in gesprek gegaan met mensen die reuma hebben om eerst zelf erachter te komen wat het überhaupt inhoudt, omdat ik er zelf ook nog best weinig van afwist. En wat ik vaak terug zag komen is dat ze voornamelijk moeite hebben met eigenlijk de dagelijkse activiteiten en dat te kunnen indelen zodat ze nog genoeg kunnen doen en ook plezier eruit kunnen halen uit hun dag. Er zijn sowieso veel mensen in Nederland die reuma hebben en je kan het ook zomaar krijgen. Dus ik denk dat er ook best wel mensen iemand hebben in hun omgeving die het heeft. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat meer mensen er ook van af weten, zodat we elkaar ook beter kunnen begrijpen. Het winnen van deze award zou mij kunnen helpen om het dus verder uit te werken en ook met nog meer mensen met reuma ook in gesprek te gaan om ook echt voor hun het goed te kunnen uitwerken en ook meer feedback van hun te kunnen krijgen.